dat we hier bij elkaar zijn voor eindelijk 14.036. Je moet weten dat we intern nogal wat discussies hebben gehad. Wanneer beginnen we er nou mee? En mijn opvatting was, begin er maar direct mee en dan volgt de achterkant wel. Terecht hebben de ambtenaren mij daarvan weerhouden, zal ik maar zeggen. Bij ons is afgelopen jaren aan de achterkant en in het midden heel veel gebeurd. Waardoor we nu ook in één klap met een heel grote onderdelen van de gemeente op 14.036 kunnen. Ik zal het kort houden. Ja, mevrouw Jorritsma, het is echt uw eigen schuld dat we hier vandaag staan. Als burger, u zei het al, het is toch belangrijk om zelf ook te bedenken hoe je geholpen zou willen worden. Als burgemeester, maar niet in de laatste plaats ook als voorzitter destijds van de commissie Jorritsma. Naar aanleiding waarvan we gezegd hebben dat we de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en de ambities van Antwoord aan elkaar koppelen. Dank voor de ontvangst vandaag. Ik vind het altijd erg leuk om bij een gemeente te zijn die live gaat en niet in de laatste plaats bij Almere. En inderdaad, iedere gemeente die kiest zelf zijn pad en de weg waarlangs die dat wil doen. We hebben vandaag het boekje Op weg naar fase 4 getekend. Annemarie Jorritsma heeft het voorwoord geschreven. En dat gaat over de inrichting van de keten. Bijvoorbeeld hoe je, als je in een gemeente dat samen met het UWV hebt ingericht, hoe je in de front office van de gemeente antwoorden geeft over het vinden van een nieuwe baan, werkeloosheid, uitkeringen, dat soort zaken. Het belangrijkste is wat mij betreft voorlopig dat het voor de burger eenvoudiger wordt om de gemeente te bereiken. Want nu moet je echt nog zoveel nummers opzoeken, vragen of moet weer eindeloos doorverbonden worden. Ja, dat is niet meer nodig. Er is voor mij heel veel veranderd. We zijn begonnen met intensieve cursussen. Voor mijzelf is dat een cursus geweest MBO 3 bij het Klantcontactacademie. Dus dat is een jaar goed voorbereid. Vervolgens zijn we hier gestart met ongeveer 16 seats. En zoals je nu al kunt zien zitten we op 32 seats. Dus heel veel nieuwe collega's erbij gekregen. En wat voor mij het meest veranderd is dat ik de burger rechtstreeks antwoord kan geven. Daar waar ik ze vroeger moest doorverbinden mag ik nu zelf het antwoord geven. En dat is gewoon heel erg plezierig. Het antwoordconcept is multichannel. En het is natuurlijk de bedoeling dat ongeacht welk kanaal je kiest, of je nou bij de balie staat, of je kijkt op internet, of je belt, dat je op dezelfde kwalitatieve manier wordt afgehandeld en hetzelfde antwoord krijgt op je vraag. Dus ik hoop ook dat de collega grote gemeenten die nog niet aangesloten zijn, toch zouden willen overwegen dat wel zo snel mogelijk te doen. Ook al zijn ze wellicht nog niet 100% klaar. Je moet wel een eind op weg zijn, want als het helemaal niet lukt, dan doe je je burgers ook weer geen plezier als ze eindeloos aan de telefoon moeten zitten wachten. Maar als je een flink deel van je diensten erop zou kunnen zetten, ja, dan kun je de rest wel doen nadat je het geïntroduceerd hebt. We gaan het gewoon nu even uitproberen natuurlijk. Ik bedoel, dit is te leuk. Ik ga eens even kijken of ik hem... Oeh! Ja? Ja. Oh, kan het zo doen gewoon. Goedemiddag, gemeente Almere. U spreekt met Katrina Oosterhuis. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Goedemiddag, met Annemarie Jorritsma. Zeg, op Koninginnedag willen mijn kleinkinderen graag op de vrijmarkt staan. Kan jij zeggen, moeten ze daar een vergunning voor hebben? Of mag ik gewoon met ze in de stad ergens een kraampje neerzetten? Ik heb de informatie erbij gezocht en ik kan u het volgende vertellen. U mag in de stad met een kraampje staan, alleen het Stadhuisplein is voor de commerciële handel. Daar wordt betaald voor de kraam. Gebieden daaromheen zijn voor de vrijmarkt, dus voor de burger met de tweedehands spullen. Nou, fantastisch. Dankjewel. Graag gedaan. Heeft u verder nog vragen? Nee, ik hou er nog mee op. Dat is wel genoeg voor vanmorgen. Nog een fijne dag. Dankjewel. Tot ziens. Ja.